Tijdens de formatie was het al een enorm gedoe. Weet je nog? Over het asiel. Ja, daar kwamen ze maar niet uit. En was Wilders weer boos. En dan lag die omzicht weer dwars. En, ach, man. Toen hadden ze dat een beetje op de rails. En toen begon het gebakkelei weer. In de aanloop, weet je, met het opschrijven voor het regeerprogramma. Toen ging die omzicht weer door de bocht. En toen was het weer een hoop gedoe over dat asiel. Nou, dan denk je dus eindelijk, hè, als je PVV bent en VVD, weet ik veel. Dan denk je, nou, hè, we zijn eruit. Nee hoor, nee. Nee, net de dag voor Prinsjesdag. Ja, dan beginnen we weer. Dan begint vrouwtje Vroonhoven. Die begint namens de NSC. Ja, van ja. Nee, als de Raad van State nee zegt. Ja, nee, dan doen wij niet mee. Nee, dan is het klaar. Terwijl ze net met elkaar hebben afgesproken van ja, de Raad van State wachten we af. En dan zien we wel weer. Nee. Zij beginnen al op voorhand te roepen, oh, dan is het klaar. Ja, en dat is natuurlijk weer ingefluisterd door Enschede, door die omzicht. Ja, 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 die zitten bellen met vrouwtje Vroonhoven. Ja, wat een toestand dit weer. En toen, hup, wilden ze op zijn achterste benen, de Dylan op de achterste benen, iedereen boos en weer herrie in die coalitie. Nou. Jongen, nou lekker hoor, Prinsjesdag. De regering gaat beginnen. Nou, vrienden, dit hele kabinet, wat gaat beginnen? Dat is de doop van de Titanic.